Een goede middag met Jacqueline Peek en Sylvie. Wij zijn op de Festival King in België, op de evenementenbeurs. En ik heb net jouw presentatie bijgewoond. Sylvie, even uitleg, is docent aan de Vives Hogeschool in België. Als docent event marketing en conceptmanagement. En vandaag gastspreker. Ja. Je bent uitgenodigd en nou ja, je hebt inderdaad wel een aantal tips gegeven net. Ja. Waar je van ja. Mijn sessie ging over video en social media voor evenementen. En daar heb ik de case voor Radio United voorgesteld. En Jacqueline heeft me gevraagd om 3 tips mee te geven voor de mensen die de sessie zouden hebben gemist. Tip 1. Zorg voor humor. Maak dat het luchtig kan. Ook al heb je een heel erg droog bedrijfsevenement. Mensen voelen graag aan dat je het niet zo heel, heel hard serieus neemt. Als je dat eventjes ook in je video kan verwerken, dan is dat mooi meegenomen. Een tweede tip is, ga ook zeker zelf mee concepten bedenken met de videomakers. Heel veel mensen zijn een beetje afkerig van zelf videoconcepten bedenken. En die gaan komen niet graag in beeld inderdaad. En dan geven ze heel veel geld aan videomakers. En dan vragen die videomakers natuurlijk ook graag artistieke vrijheid. Maar misschien kun je toch zelf nadenken op voorhand over welke boodschappen die je in je video wil steken. En hoe je die op een originele manier ook in een videoconcept kunt vertalen. Want eventmanagers zijn heel erg creatieve mensen als het over eventconcepten gaat. Dus dan moet dat ook kunnen voor videoconcepten. En de derde tip, die ben ik nu eventjes kwijt, wat heb ik daarnet weer gezegd? Storytelling, is dat in? Ja, storytelling is eigenlijk een beetje passé. We moeten vooral stories gaan maken. En dat betekent dus eigenlijk dat je probeert co-creatie te creëren met je bezoekers, met je volgers op het evenement. En daar dan video rond creëert die je dan heel gemakkelijk kunt laten delen. Want dan worden die bezoekers van jouw evenement ook jouw ambassadeurs. En gaan zij ook de video waarin zij voorkomen ook gewoon heel hard gaan delen voor jou. Dat is het. Dat is het. Dankjewel Sylvie voor deze 3 mooie tips en doe er je voordeel mee. En als je wilt komen naar Festivak, dat kan nog vandaag en morgen van 11 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. En succes met je evenement. Dankjewel. Dag.